Goedenavond, leuk dat je kijkt. Misschien heb je net de persconferentie gekeken naar Vraag het de Wetenschapper van de Nationale Wetenschapsagenda. We hebben een heel spannend onderwerp vandaag. Deze hele maand staat in het teken van baanbrekende medische toepassingen, medische uitvindingen. En we gaan het hebben over of we misschien zelfs een 3D-hart kunnen printen. En dat ga ik doen met Danjing Wu. Zij is biomedisch ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. En ik ga haar zo bij dit gesprek halen. Jullie kunnen al je vragen stellen. Zij doet iets met slimme biomaterialen. En, dat zal blijken uit het gesprek. Je kan hier in de comments je vragen stellen. En dan ga ik ze voorleggen. Hoi Danjing. Hallo. Hoi. En je gaat volgende week promoveren. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is vast een beetje gek in deze tijd. Maar toch ook een feestelijk moment, toch? Ja. Heel blij om die 4 jaar onderzoeken eigenlijk af te sluiten. Ja. Ik noemde al biomaterialen, daar komen we zo op. Maar eerst maar eens even, je bent dus biomedisch ingenieur. Wat doe je dan de hele dag? Ja, biomedisch ingenieur. Vroeger toen, tijdens mijn bachelor, leerden we eigenlijk dat je menselijk lichaam als een soort van een auto moet zien. En het kan kapot gaan. En al is dat ouderdom, maar ja, je kunt een ongeluk maken. En je gebruikt dus allerlei technologieën en manieren om eigenlijk mensen die lichaam weer te repareren. Dus dat kan vanuit beeldanalyse zijn, dus nieuwste MRI-technieken ontwikkelen of vaccinaties maken. Maar in mijn geval ben ik dus richting biomaterialen gegaan, omdat ik altijd gefascineerd was met het idee dat ik bijvoorbeeld organen zou kunnen repareren. Ja. Nou, daar zijn ook de vragen al over binnengekomen. Want we hadden in de aankondiging biomaterialen genoemd. En Stan vroeg zich af, ja, wat zijn biomaterialen dan? Ja, nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Biomaterialen zijn materialen die dus goed met het lichaam samengaan. Dus als het geïmplanteerd wordt, wordt het niet afgestoten. Zorg niet voor een ontsteking. En het liefst dat het uiteindelijk ook nog eens afbreekt. Dus denk daar bijvoorbeeld bij aan hechtdraad. Dat is eigenlijk ook een biomateriaal. Ja, kan je nog een voorbeeld geven van zo'n biomateriaal en wat we nu ook al misschien in een lichaam gebruiken? Ja, het grappige is eigenlijk bijvoorbeeld lenzen. Is eigenlijk ook een biomateriaal. Het breekt niet af, maar het gaat wel goed samen met je lichaam. Dus je stopt een ander materiaal in je lichaam dat niet voor een ontsteking zorgt. En vroeger gebruikten dus bijvoorbeeld titanium. Dus eigenlijk keken we naar mechanische belasting. Dus daarvoor maakte hij bijvoorbeeld een titanium heup, een titanium been. Maar later werd dat dus veranderd met bijvoorbeeld afbreekbare dingen. Dus hechtdraad, dat het zichzelf oplost, hoef je niet nog een keer open te maken. En tegenwoordig kijken we echt naar biomaterialen die interactie hebben met het lichaam. Dus dat je lichaam zelfs aanstuurt om een actie uit te voeren. Ja. Dus dat is eigenlijk nog gaver, ja. Dat is nog gaver, ja. Dat zijn een soort slimme biomaterialen dan. Ja. Pauline heeft een vraag die er wel mooi op aansluit. Ze zegt, hoe maak je biomateriaal en waarvoor gebruik je ze dan? Ja, dat hebben we al een beetje besproken, maar ja, hoe maak je dat? Ja, dat is best wel een brede vraag. Het is ook een beetje welke richting onderzoek. En nou, toevallig bij ons gebruiken we bijvoorbeeld supramoleculaire chemie. Dit is een chemische techniek wat eigenlijk vroeger uit 1987 een Nobelprijs heeft gewonnen. En daar is het verder uit ontwikkeld en is gebaseerd op moleculen die dus op waterstofbruggen kunnen binden. Dat wil dus zeggen dat ze kunnen binden en kunnen breken. En dit is wat wij eigenlijk in ons lichaam herkennen als DNA of eiwitten. Die hebben dat ook. En omdat onze materialen op die manier zijn opgebouwd, kunnen we dus eigenlijk de assemblage echt op moleculair niveau sturen. Mm-hmm. Dus echt heel klein niveau tot aan macroscopisch, dus echt een vorm in het materiaal brengen. Dus op die manier proberen we echt controle in het materiaal te creëren. En dat is de techniek die wij gebruiken. En daaruit kijk je dus, hoe ontwikkel je moleculen? Dus wil je dat het stevig is, dan weet je dus een chemische component wat je materiaal stevig maakt, dan bouw je dat erin. Dus het is echt een beetje net als puzzelen, Lego-blokjes, bouw je gewoon op en dan ga je dus testen mee doen. Ja. En dat brengt je uiteindelijk tot een materiaal die dus perfect werkt, bijvoorbeeld. Ja, want je wil dus eigenschappen hebben in dat materiaal wat je kan gebruiken in het lichaam. Ja. Nou, het voorbeeld wat wij de hele tijd genoemd hebben is een hart. Hè? Zou je een heel hart naar kunnen maken. Kan jij ons een beetje meenemen, wat zoek je dan? Wat voor materiaal? Wat moet het kunnen? Ja, nou, eigenlijk is ons onderzoeksgroep dus gespecialiseerd in biomaterialen.
En dat wil dus zeggen dat materialen goed met lichaam kunnen afbreken uiteindelijk. En het mooie aan deze materialen is dat het slimme moleculen bevat die kunnen communiceren met de cellen om de cellen daarop te laten groeien. Dus enerzijds ontwikkel ik dus materialen, anderzijds kijk ik ook bijvoorbeeld naar verwerkingstechnieken als 3D-printen. Want uiteindelijk wil je een structuur maken met dat materiaal om die cellen in die vorm te groeien. Nou, er is dus jarenlang studie naar gedaan hoe die materialen cellen kunnen laten groeien en uiteindelijk afbreken. Maar tijdens mijn promotie dacht ik wil een stapje bovenop doen. Dus deze materialen werken goed. Hoe kan ik nou voor zorgen dat deze materialen nog kunnen inkrimpen en uitzetten? Of in ieder geval kunnen bewegen, zoals ons hart. Of als je kijkt naar spieren alleen al, dat trekt al samen en zet uit. Dus wil je een stukje weefsel maken, dacht ik. Ja, dan moet je materiaal ook dynamisch zijn om te kunnen bewegen. Dus ja. Zo ben ik literatuur ingedoken om te kijken naar welke moleculen of welke manier kan ik moleculen laten bewegen. Dus een materiaal laten samentrekken en uitzetten zonder batterijen. En toen ben ik dus tot een molecuul gekomen die dus kan inkrimpen en uitzetten. En dat heb ik dus aan onze basismateriaal gezet om eigenlijk je materiaal te veranderen. Dus, en dat moet dan ook maar werken, toch? Het zou ook kunnen dat dit dan niet meer... Ja, daarom. En dan ga je dus heel veel testjes doen. Dus dan ga je in de oplossing kijken. Je gaat allerlei technieken gebruiken om dat te bestuderen of het nog werkt. Want op het oog kan iets werken, maar het kan best zijn dat het moleculair niveau niet goed werkt. En cellen voelen alles moleculair. Dus daar moeten we dus ook mee spelen. Dus en daar heb ik dus eigenlijk 4 jaar onderzoek naar gedaan. Ja, heel fundamenteel onderzoek inderdaad. Even kijken hoor. Dus die materialen moeten van alles kunnen. En daar zoek jij ook naar. En je probeert die eigenschappen ook bij elkaar te voegen. Koen wil weten waar je de 3D-printer dan voor gebruikt. En hij is ook benieuwd of de medische wetenschappers vaker gebruik maken van de 3D-techniek. Of dat jij een van de weinigen bent. Nee, heel veel. 3D-printen is ook een beetje een hype geworden. Ook heel populair, want je kunt natuurlijk materialen heel simpel verwerken eigenlijk tot een bepaalde structuur. Je ziet dat overal, hè? Etenprinten, huizen, biomaterialen in de medische wereld. Dus daarom ben ik daar ook geïnteresseerd in geraakt. Maar het is eigenlijk niet zo makkelijk als dat we denken. Dus 3D-printen willen we dus gebruiken om onze materiaal te verwerken in een bepaalde structuur. Dus ik heb voorbeelden als bijvoorbeeld dat je... Dit is dus een biomateriaal. Ja. Een poedertje van materialen die je hebt gesynthetiseerd. En die wil je dus met een techniek gaan verwerken. Maar dat kun je dus bijvoorbeeld dit soort dunne gaasjes gaan printen. Mm-hmm. Allemaal dunne lijntjes met 3D-printen kun je dat dus op die manier verwerken. Ja. Kan je dit dan in een bloedvat gebruiken bijvoorbeeld? Of waar kan je dit voor gebruiken? Nou, deze niet. Nou, hier kunnen bijvoorbeeld cellen op gaan testen. Hoe goed groeit het nou op een materiaal? Gaat het echt in 3D groeien? Maar we hebben bijvoorbeeld wel inderdaad een bloedvat. Kijk. En dat is eigenlijk uit zo'n poedertje is het dus ontstaan. Het is heel flexibel. En wat we daarmee doen is het materiaal eigenlijk oplossen. En dan een soort van een spinnendraad trekken naar een metalen staaf. En die rolt hem dan op. Dus uiteindelijk krijg je dus een heel flexibel materiaal. Even kijken of ik hem te pakken krijg. Kijk, hier zie je die spinnenweb. Nou, zo ontstaat dus deze buis. En je wil dus dat die ook een beetje poreus is, omdat de cellen daarin groeien. En als dat volgegroeid is, dan breekt het materiaal over de tijd af. En dan heb je dus een echt bloedvat over. Ja. Dus het idee is dat het materiaal ondersteunt uiteindelijk jouw lichaam. Ja, dus je moet het zien als een soort van een bouwsteiger voor cellen. Ja, precies. Ja. Maar is dat met dat hart ook het idee? Dat je iets maakt en dat het hart het uiteindelijk... overneemt en dat weer oplost, jouw materiaal? Ja, in het begin, mijn grootste droom was dus inderdaad het hart maken. Nog eigenlijk heel naïef niet wetende dat het zo complex was. Dat ik dacht, nou, we kunnen bloedvaten maken. We kunnen allerlei dingen maken met biomaterialen. Wat nou als ik zorg dat deze materialen nou ook kunnen inkrimpen en uitzetten? Zou ik dan niet, zeg maar, cellen op kunnen laten groeien in dezelfde omgeving als hoe zij moeten groeien? Dus het materiaal laten inkrimpen en uitzetten. Nou, en toen ben ik dus die materialen gaan ontwikkelen. En dus de enerzijds ben ik dus dat materiaal gaan bestuderen. Hoe krimpt het, hoe zet het uit en krimpt het, zeg maar. Maar aan de andere kant ben ik ook 3D-printen aan bestuderen. Want je wil ook weten of een materiaal printbaar is. Want dat is wat mensen heel vaak vergeten.
als jij een materiaal in de printer stopt, dat het gewoon geprint kan worden. Maar dat is niet zo, want daar heb ik dus ook studie naar gedaan als viscositeit. Dus een materiaal moet een bepaalde vloei hebben. Dus het kan niet te waterig zijn als het smelt. Maar het kan ook niet net als honing te dik zijn, zeg maar. Ja. Er moet een perfecte balans in zijn en een bepaalde smelttemperatuur. Dus ja, niet alle materialen wat we weten hebben eenzelfde smelttemperatuur natuurlijk. Maar ja, je kunt dus wel met moleculen zo spelen, bepaalde dingen inbouwen om die temperatuur naar beneden te halen of omhoog te halen. Maar aan de andere kant, je speelt dan ook mee met wat je geprint hebt. Hoe stijf is het? Hoe bros is het? Er zijn zoveel materiaaleigenschappen wat je mee moet nemen en moet denken. Daar heb ik dus ook mijn studies naar gedaan. Ja, er kwam net een vraag binnen van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Kylie. Zij vraagt, wat zijn de voordelen van laser-assisted bioprinting ten opzichte van andere methodes? Ik denk dat het iemand is die in het veld actief is. Ja, nou ja, voordelen of nadelen vind ik wel lastig te zeggen. Want in mijn Is het? Volgens mij, laser-assisted is dat je... er zijn twee soorten, dus of je hebt poeder... Ja. En dan, als jij een driedimensionaal structuur hebt, dan weet je computer bijvoorbeeld... Je computer slice meestal alles in plakjes. Hè? Dus dan weet hij hoe die laag voor laag iets op moet bouwen. De ene manier is dus met een bepaalde poeder. En als je daar met een laser overheen gaat, dan smelt je eigenlijk de poedertjes zeg maar laag voor laag op elkaar. En wat je uiteindelijk doet is overige restant veeg je weg. Maar je hebt ook met een resin, en dat is eigenlijk een bad van vloeistof. Ja. En daarmee hard je dus met laser dat uit. En uiteindelijk trek je het dus gewoon eigenlijk uit een bad, zeg maar. Ah, ja. Dus er zijn verschillende manieren van laseren. Maar laseren heeft dus een hele hoge resolutie. En dat wil zeggen dat je eigenlijk materialen, structuur kunt maken van echt micrometers, zeg maar. Je zou een kerstboompje met echt een piek erop, zou je echt op superkleine schaal kunnen maken. Maar ik gebruik Fused Deposit Modeling. En dat is dus materiaal smelten. Dus heel simpel, gesmelt je door een container en dan leg je dus eigenlijk in driedimensionaal leg je dus laag voor laag je materiaal en daar bouw je structuur mee op. Die resolutie is iets lager, maar printtechniek is sneller en het is goedkoper, want de laser is heel duur. En daarbij zit ook nog nadelen dat je materialen ook kunt verbranden, zeg maar. Dus dat wil je ook niet, want je wil niet een verbrand materiaal uiteindelijk in een mens implanteren. Nee, inderdaad. Ja. Stel je vragen live aan Danjing. Even kijken hoor. Anniette wil graag weten voor welke ziektes en aandoeningen je deze techniek kan gebruiken. Het printen of de biomaterialen? Ik denk de biomaterialen. De biomaterialen. Nou, waar de biomaterialen al überhaupt voor gebruikt worden is bijvoorbeeld een bloedvat. Dus we kunnen al bloedvaten repareren of hartklep. Maar waar mijn collega's bijvoorbeeld aan werken is aan bijvoorbeeld nieren. Dus een stukje nierweefsel maken, maar ook aan lever, maar ook aan een stukje oog. Dus iedereen werkt zo aan een verschillende toepassing met verschillende cellen. En dan met die biomateriaal proberen we allemaal een stukje van het lichaam dan te kunnen repareren. Ja, er komt nu een vraag binnen. Kun je ook een synthetisch bloedvat 3D printen? Dus dat is wat je net liet zien, hè? Ja. Nou, 3D printen niet, want wat we doen is elektrospinnen. Dus dat is ook op een driedimensionale manier een materiaal opbouwen. Dus wat ik net zei, gewoon echt spinnen, want dan heb je dus echt een flexibel materiaal. Maar we hebben dus bijvoorbeeld wel 3D printen gebruikt om bijvoorbeeld deze soort van stofzuigerslang te maken. Ja. Want als je kijkt naar een bloedvat die wij kunnen spinnen, het is heel flexibel en heel zacht. Ja. En als wij het implanteren in lichaam, moet je soms, moeten artsen moeten dus als een bypass leggen, dus eigenlijk een loop maken. En wat er dus gebeurt, dat zie je hier al, dan knikt hij. Ja. En dan slipt hij eigenlijk dicht. Ja. Dus wat we hebben gedaan is met 3D printen, dus eigenlijk op een andere manier eroverheen verwerkt. En daardoor kun je dus een materiaal ervoor zorgen dat hij dus niet meer dichtklapt. Dus eigenlijk heb je een soort van stofzuigerslang. Wat fantastisch! Ja, dus het grappige is dat het echt heel goed werkt. Want we hebben hier nu al in vivo studies mee. En het zit dus in geiten geïmplanteerd. En we zien daar hele mooie resultaten uit. Het materiaal breekt ook over de tijd af. En er vormt gewoon weefsels. Ja, de Kim van Dongen zegt al, wat een mooi buisje. Ja, ja, dat vind ik ook. Ja, mooie toepassing inderdaad. Even kijken hoor. Ja, Roy vraagt, ik denk wat iedereen wel wil weten, hoe ver ben je dan al met dat creëren van een kloppend hart? Of is het nog een 10, 15, 20 jaar tijd?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want ik heb bijvoorbeeld 4 jaar van mijn promotie over gedaan om een materiaal te ontwikkelen. Wat ik ook sneller had gehoopt. Maar als wij kijken naar de technologie van tegenwoordig. Dus 70 jaar geleden zijn we in staat om de eerste menselijke cellen in het laboratorium op te kweken. Want dat was eigenlijk ook niet zo heel makkelijk om die überhaupt in een petrischaaltje op te kunnen kweken. En als we kijken naar de dag van vandaag, ja, we kunnen al mini-orgaantjes creëren. We kunnen cellen aansturen om op een materiaal te groeien. Ja, dus we zijn al best wel ver in een, ja, na 70 jaar eigenlijk. Dus ik hoop dat we over 70 jaar, ja, misschien niet een heel hart, maar wel een groot deel daarvan kunnen maken. Ja. Neem altijd als voorbeeld, je moet je voorstellen dat als jij een land zou bouwen, vanuit scratch. Mm-hmm. Dus je kan voorstellen dat daar ook gewoon, of een stad, heb je dus huizen, straten, je hebt regels, je hebt stoplichten, je hebt auto, infrastructuur, alles. Alles, ja, klopt, alles loopt. Maar zo complex is een orgaan. En waar wij staan is eigenlijk nog een straatje bouwen van huizen. Ja. Maar we werken wel naar de stad toe. Een stofzuigerslang, een onderdeel. Ja. Ja, precies. Maar we werken wel daar naartoe. Maar het is wel complex. Het is niet dat je zo even alles neerzet. Ja. Even kijken hoor. Jan vraagt, raakt je lichaam niet in de war als er iets in zit wat niet lichaams-eigen is? Als het niet lichaams-eigen is, kan je lichaam inderdaad in de war raken. Maar er zijn bepaalde stofjes dat bijvoorbeeld afstoot. Dus zeg maar, als ik een stuk weefsel van een andere persoon zou implanteren, ja, dat zou mijn lichaam het niet herkennen, omdat het biologisch niet hetzelfde is. Maar dat is dus het mooie, als je alles synthetisch maakt, kun je dus echt, ja, vanuit de biologie, ja, we hebben al zoveel jaren studies naar gedaan. Welke moleculen kunnen bijvoorbeeld goed met het lichaam? En welke moleculen worden bijvoorbeeld geknipt door enzymen uit je lichaam? Dus dan kunnen ze afbreken. Dus er zijn zoveel studies naar gedaan dat we precies weten welke synthetische materialen en hoe we het op moeten bouwen, zodat het niet afstoot en ook wel netjes af wordt gebroken. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat er materialen zijn waarvan je denkt, oh, die zou je perfect kunnen gebruiken in een lichaam om een hart mee na te bouwen. Maar ja, dat zal misschien het lichaam afstoten. Ja, en niet per se alleen maar lichaam afstoten, maar je moet ook bedenken, vinden cellen het fijn? Want je moet ook naar bijvoorbeeld stijfheid van materiaal kijken. Want bijvoorbeeld maak je een bot, heb je een veel stijvere omgeving nodig dan bijvoorbeeld een hart. En een hart is misschien net iets, ja, hoe zeg je dat? Iets flexibeler, iets taaier dan bijvoorbeeld een lever. Ja. Dus ja, je moet ook echt aan de mechanische eigenschappen denken. Ja. Even kijken hoor. Ja, Hans vraagt of er toepassingen zijn die jij heel graag wil onderzoeken, maar die nu nog onmogelijk lijken. Nou ja, het hart is er natuurlijk ook nog niet, maar zijn er andere voorbeelden? Als je mijn hart op mag dromen. Ja, dat is wel grappig, want ik ben begonnen met een klein projectje met een draagbaar kunstnier. Het zou dus heel mooi zijn als je een volledig nier kunt maken, want nier is ook echt een heel complex orgaan. En het is eigenlijk ook een heel mooi orgaan, dat als je bloed er doorheen stroomt, dat het gewoon vanzelf zuivert. En als je, zeg maar, de anatomie van een nier kijkt, ja, zie je echt dat het een heel complex orgaan is eigenlijk ook. Ja. Ja. Een vraag van Lisa, zij wil weten, komt net binnen, wat ga je eigenlijk na je promotie doen? Ga je hiermee door? Ja, gedeeltelijk. Ja. Nou, we hebben dus hele mooie materialen in onze groep en wij zien hele mooie resultaten daarmee. En ja, ik ga kijken tot hoever ik met deze onderzoeken verder kan gaan. En hopelijk kan ik daar een start-up mee opzetten. Je gaat een bedrijfje beginnen. Ja, maar wel echt researchgericht. En hoe gaan we dit optimaliseren op een snellere manier dan in een academische setting? En dan, ja, zodat het sneller verder doorontwikkeld wordt voor orgaanweefsel opkweken. Ja. Ja. Even kijken. Kailien, die net ook een vraag gesteld had, zegt, de hersenen zijn ook aan het hart gekoppeld. Als we een synthetisch geproduceerd hart hebben, hoe gaan we dan om met die connectie met de hersenen? Maakt dat uit? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, daar durf ik eigenlijk geen antwoord op te geven. Nee. En op welke manier geconnect? Ja, ik bedoel, er zijn ook kunstharten gemaakt. En die, ja, heb je... Ja, ik bedoel, zo'n mechanisch pompje, volgens mij is 1 persoon in België die dat heeft.
mechanisch pompje, ja, die is op zich ook niet op die manier geconnect aan je brein. Maar ja, wel aangesloten aan je circulatiesysteem. Ja, oké. Okay. Dus, ja. Nee. Nou, mooie, moeilijke vraag. Even kijken, Corine wil weten of je met artsen ook samenwerkt. Het klinkt alsof je in heel veel verschillende richtingen onderzoek doet. Ja, zeker. Ja, ik werk ook met artsen samen. Dus net als die bloedvaten wat ik eerder zei. Daar werken we met artsen uit Utrecht mee samen. Want die moeten natuurlijk de implantatie doen. Maar die bestuderen ook echt de biologische effecten als het in een dier zit, zeg maar. Ja. Dus daar werken we inderdaad zeker mee samen. Dus we werken echt met verschillende disciplines samen. Maar ook artsen, maar ook met bedrijven soms. Ja. Ja. En is het ook wel zo dat artsen naar jullie toe komen van... Nou, wij zouden graag een stofzuigerslangetje willen hebben. Of komt het meer vanuit jullie dat jullie bedenken van wat voor materialen zouden dan handig zijn? Vaak is dat een samenspel. Dus in sommige gevallen komen artsen naar ons toe. Nou, we hebben een probleem. Dit en dit is het. Nou, dus bijvoorbeeld zo'n bloedvat is al een aantal jaar, zeg maar, zijn we al aan het bestuderen. En die artsen komen dan weer terug naar ons van... Hey, we hebben die geïmplanteerd. We zien goede resultaten in, maar... Het probleem is dat bloedvat dan dichtklapt. Hebben jullie hier weer een oplossing voor? En dan ga je eigenlijk een soort van optimaliseren. Hè? Want bepaalde condities proberen we echt in het laboratorium eerst te testen voordat het in dieren gaat. Maar je kunt niet alles testen in het laboratorium. Want soms is in een menselijk lichaam of een dierlijk lichaam gewoon heel anders. En dan zie je pas echt de volgende stap weer. En dan komen de artsen weer terug en dan zeggen ze... Nou, hè, heb je hier een oplossing voor? En dan bedenken we weer samen een nieuwe oplossing. Dus het is echt... echt een samenwerking, samenspel ook. Ja. Een laatste vraag die komt van mij af. Want ik weet dat jij dus gaat promoveren volgende week. En dat jij daar ook aandacht gaat besteden aan het belang van wetenschapscommunicatie. Ja. Kan je een klein voorproefje geven wat je wilt betogen? Nou, ik vind echt dat het heel belangrijk is dat wij als jonge onderzoekers ook echt naar buiten treden... Om je wetenschap te delen met anderen. Ook los van je eigen enthousiasme, je passie. Ook andere jongeren te laten zien. Want als ik heel eerlijk ben persoonlijk... heb ik vroeger nooit gedacht dat ik zou promoveren. Ja. Maar dat is puur omdat ik niet zo goed weet... wat doet een wetenschapper nou? Is het nou niet te moeilijk voor mij? Want mannencultuur, kan ik mezelf daarin relateren... Maar als ik dan veel meer jonge gezichten zie, dan kan ik mezelf er makkelijker mee relateren. En zie ik ook beter wat het betekent om onderzoek te doen. En past dat bij mij? En, en dat ik niet alleen in het labje sta, maar ook andere dingen doe daarnaast. En dat soort dingen. Dus ik denk dat het belangrijk is om mensen een totaalbeeld te geven van onderzoek doen. Niet alleen maar mijn onderzoek als het printen van een kloppend hart, maar ook hoe werk je als een wetenschapper? Ja. Nou, dat heb je ons in deze vraagsessie denk ik heel mooi duidelijk gemaakt. Dus daar wil ik heel erg voor bedanken. Natuurlijk alvast heel veel plezier wensen bij je promotie volgende week. Ja, dankjewel. Ja, blijf nog even hangen. Ik ga nog heel even vertellen dat we volgende maand een nieuw thema hebben. Dus medische doorbraken was deze maand het thema. En volgende maand gaat het over muziek. Want het Songfestival komt eraan en hopelijk weer festivals in de zomer. Dus kijk bijvoorbeeld dinsdag 11 mei. Dan ga ik in gesprek met John Ashley Burgoyne. En hij is universitair docent computationele muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En hij weet bijvoorbeeld, hoe scoor je nou een hit? Dus dat is leuk om te weten. En hij weet veel over de combinatie van AI met muziek. Hij heeft bijvoorbeeld samen met Willy Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig een hit geschreven voor het AI Songfestival. Dus hartstikke leuk. Kijk dus op Instagram 7:30 weer, dinsdag 11 mei. En nogmaals bedankt, Danjing. En een aantal succeswensen komen naar je toe. Ja, voor volgende week. Dank allemaal. Hele fijne avond. Fijne avond. Doeg.